moet een kletskop hebben om aan zijn haar te krabben. Een gat is in een broekzak. Verstaande? Een gat is in een broekzak. Ja, dingske. Voor mij een dagschotel en voor de rest door deze de al die altijd van dezelfde komen. Wat is er, Xavier? Heb je een bevordering gekregen? Nee, veel beter. Als ik wil, mag ik op mijn verjaardag op vervroegd pensioen gaan. Ja, als jij wilt. Ja, en jij ook natuurlijk, hè. Zet dat maar rap uit uw kop. Ja, dat is nog veel te vroeg. Ja, zo jong ben ik niet meer. Jij niet, maar ik ben nog veel te jong om al getrouwd te zijn met een gepensioneerde. Ja. Ah, Pascal, zit jij gaan shoppen? Ja. Ah, nu dat ik daaraan denk, dan moet jij ook nog doen, hè. Xavierke. Oh. Waarom moet jij met pensioen gaan? Ja. Je wordt thuis nog meer gecommandeerd dan met leger. Ja, dat zou bij mij niet pakken, zeg. Nu dat ik eraan denk, Paul, je kunt ineens meegaan met Xavier. Onder de sloep. Nou, ik moest nog iets gaan halen. Ja. Hey, hè. Oh, zeg, zijn dat allemaal schoonheidsproductjes? Ja, ja. Ja, zondagavond is er een reunie van mijn klasvriendinnen. En dan wilt je er op je best uitzien, hè. Deze anti-rimpelcrème, ja, die zou ik ook nog willen zijn. Mm. Die is zo duur, hè. Zeg, Pascal, ga jij wel toekomen met zo'n klein potteke? Hoe bedoelt je? Zijt jij niet goedkoper af met een facelift? Ja. En gaat jij daar helemaal alleen naartoe, naar die reunie? Maar nee, natuurlijk niet. Dat is toch de ideale gelegenheid om eens uit te pakken met Maurice. Uitpakken met Maurice? Die laat je beter ingepakt, zo mijn gedachten. Je zou toch veel beter mij meenemen? Jij geeft ook nooit op, hè, jij? Nee. Maar ik moet het hem nog wel vragen. Het zal wel weer niet gaan. Hij zal weer moeten babysitten op zijn moeba. Nee. Nee. Nee, want zondag komt er een tante op bezoek. Dus helemaal geen probleem. Allemaal. Ah, Maurice, jij komt als geroepen. Ik zeg altijd, als u roepen, dan moet je komen. Ja. Jij zou een goede hond zijn. Wij zijn zondagavond uitgenodigd bij een klasreunie. Dat is fantastisch. Ja, maar zondag kan ik ons maar moeilijk alleen laten. Ha! Wat heb ik gezegd? Maar tante Maria komt toch op bezoek? Ja, dat is het juist. Ik moet dan ook voor haar zorgen. Ah, ja. Saartje, geen limonade. Hey, Boris. Heb je geen gat in uw broekzak? Zwijg, zeg ik u. Ik zeg toch niks? Maar ik heb het niet tegen u. Ik heb het tegen uw stomme pers. Allee, voilà. Strappen. Sjoke, maar waarom mag ik nu niet op vervroegd pensioen gaan? Waarom? Zie u daar liggen. Oh, met zo iemand wil ik niet een hele dag op mijn kot zitten, hè? Oh, ja, maar dat is geen enkel probleem, hè. Ik kan wat meer op café gaan. Oh, maar dat is het juist. Voor de meeste jonge gepensioneerden begint er een nieuw leven. Wel, voor mij toch ook? Ja, maar die zijn fit en die doen iets. Dat kan van u niet gezegd worden, hè. Oh, nee? Nee, nog meer in de zetel liggen en nog meer pinten drinken. En uw pens gaat nog dikker worden. Ja. Welke pens? Och, dat is zo los. Ja, maar allee, Carmen, ik mag niet op vervroegd pensioen gaan omdat ik een beetje buik heb. Nee, omdat je geen... polyvalente... interactieve vrije tijdsbesteding hebt. Ja, ik heb mijn voetbal toch? Ik zei polyvalent interactief. Hé, hey, ma. Hey. Wat komt je doen? Ah, we komen gewoon eens langs. Huh? Dat zie ik, ja. Hé, hey, wauw. Tof. Oei, heb je geen honger, ma? Nee. Huh? Ik wel. Marek. Maurice wil niet mee naar die reunie, omdat hij op zijn moeder moet passen. Ja, dat is niet direct groot nieuws, hè, ma. Morgen dan... Maar ik had daar wel erg naar uitgekeken, hè, Bieke. En wat ik niet begrijp, is dat hij haar altijd laat voorgaan op mij.
Tja, die zal haar graag zien, hè? Dat is duidelijk. En mij niet, dat is ook duidelijk. Ja, de liefde komt maar van ene kant, hè? Kom aan, ma, dat is nu ook niet waar. Oh, nee. Nee. Ik zal u eens een voorbeeld geven. Maurice die vraagt mij om morgen mee naar zijn visclub te gaan. Mm-hmm. Ik heb daar geen zin in, hè. Maar ik ga mee, hè. Ik zeg ja, hè. Ja, Maak, dan moet jij ook eens nee zeggen. Ah ja, dan weet hij hoe dat is om op de tweede plaats te komen. En wie komt er dan bij mij op de eerste plaats? Ik heb geen zieke moeder. Verzint iets? Ja. En geeft hem dan van hetzelfde laken een broek? Oh, ik weet niet, Bieke. Maar je weet dat ik Maurice ook graag heb, hè? Maar ik vind ook dat hem u wat meer aandacht mag geven. Bea, je hebt gelijk. Maurice, hè, die zou eens een voorbeeld moeten nemen aan mijn Mark. Die heeft altijd aandacht voor mij. Hé, Mark? Huh? Dat je altijd aandacht hebt voor mij. Ah ja, ja, ja. Dat zou je anders niet zeggen. Hij heeft mij een romantische avond beloofd vandaag. Hé, Mark? Wat? Dat je mij een romantische avond hebt beloofd. Ah ja. Oei, was dat vandaag? Ah, dan kan ik niet meegaan, hè, Bieke. Ik moest straks naar Radio Hallo. Ja, allee, dus, als jij een nieuwe hobby zou hebben naast het voetbal, dan mocht je wel met pensioen. Ja, dat zegt ze toch. Dan zoeken wij voor u toch een nieuwe hobby. Ja, dat is goed gedacht, mijn gedacht. Allee, oh, wat doet je graag? Buiten drinken, hè. Allee, kom aan, Xavier, er moet toch iets zijn dat jij graag doet? Ja. Allee, we hebben toch allemaal iets? Ik zing graag in het zangkoor. Paul gaat graag fietsen. Dat is allemaal veel te vermoeiend. Ik ga graag naar de vrouwen. Dat is nog vermoeiender. Allemaal. Maurice. Zeg, misschien kunt jij ons helpen. We zoeken een hobby voor Xavier. Ja. Waarom gaat je niet mee vissen? Ja, jij wel. Ik ben toch allergisch voor water. Zeg, je helpt wel niet echt mee, hè? Zeg, weet je wat dat kost? Een hobby? Met die 20.000 euro die je voor de frituur hebt gekregen, dat is toch geen probleem? Nee, maar dat is waar ook. Ja, ik heb al jaren goesting om te kweken met die dure exotische soorten. Ik ook. Serieus. Als ik in mijn oven volière laat bouwen, dan gaat Carmen van mij en mijn vogels niet veel last meer hebben. Nee, dan gaat Carmen binnen afdokken. Laat dat maar aan mij over. Ik weet hoe je de vrouwen moet aanpakken. Allee. Oh. Ja, dat kunnen ze van u niet zeggen, hè, Maurice. Ja, Maurice. Ja. Pascal is enorm ontgoocheld dat jij niet meegaat, hè, zondag. Ik snap ondertussen ook hoe belangrijk dat voor haar is. Oh ja. Dus je gaat toch mee? Dat kwam ik haar eigenlijk zeggen. Oh. Zeg, waar is Pascal? Vanachter. Ze is aan het eten. Ja. Xavier, maar ik ben nu echt blij dat je eindelijk een nieuwe hobby hebt, hè? Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn ander laat vallen, hè. Ah, het voetballen. Nee, het pinten pakken. Ik denk dat jij moet doen. Dag, Maurice. Pascal, ik moet u iets zeggen. Maurice, je moet naar ons niet kijken, want wij gingen juist weg. Kom, Mark. Is het dessert? Mark. Bieke, je moet niet gaan lopen. Ah, nee. Maurice, ik moet u ook iets zeggen. Ah. Ik kan morgen niet meegaan naar uw visclub. Oh, dat is spijtig. Ja, ik kan er echt niks aan doen. Nonkel Gilbert komt logeren. Nonkel Gilbert? Wie is dat? Allee, Mark. Je kent die toch? Nee, nog nooit van gehoord. Ken jij die, Maurice? Gewoonlijk past ons Madeleine daar altijd op. Maar die zit nu voor het weekend in het buitenland. Nonkel Gilbert? Ja, nee, ons Madeleine. Die mens, die loopt krom van de reuma en zo. En, dus ik kan die moeilijk alleen laten. Dat versta ik. Maar dan kunt u ook niet naar die reunie. Nee. Nonkel Gilbert blijft heel het weekend. En kunnen Mark en Bieke daar geen dag voor zorgen?
Oh ja, natuurlijk, maar die schept op, hè. Allee, Maurice. Allee, dat kunt je toch niet aandoen. Allee, als er niet iemand is die weet hoe dat gaat met oude mensen, dan zet jij dat toch. Dat is waar. Maar jij wou mij ook iets zeggen. Och, dat is nu niet zo belangrijk, hè. Onkel Gilbert, dat is wat telt. Ik ben blij dat jij mij begrijpt. Ja, het is een wrak. Oh. Je zou hem moeten zien. Goed idee. Ik zeg mijn visclub af en ik kom je morgen helpen. Nee. Die moeite moet je nu ook niet doen, Maurice. Dat is geen moeite. Zeg, als er iemand is die weet hoe dat gaat met oude mensen, ja, hè, dan ben ik het wel, hè. Ja. Tot morgen. Ja. Merci, Bieke. Ja, maar wat kan ik daar nu aan doen? Ja, het was wel uw idee, hè? Ja, maar jij zit hier gewoon te liegen. Ja, nu kan ik mij nog ergens een onkel Gilbert gaan zoeken. Allee, wat moet ik nu doen? Dat is toch simpel? Vraag een onkel Gilbert dat hem eens langskomt. Zie eens, mijn klein lieveke. Ja, je bent blij, hè? Ja, binnenkort verhuis je naar zo'n chique villa. Ja. Nu alleen nog maar ons mama overtuigen. Kijk eens, mama overtuigen. Twee en zo. Xavier, papier staat buiten. Je bent toch niet vergeten van het papier bij je in te doen, hè? Oh, nee, Sjoeke, ik doe toch altijd wat jij vraagt? Ja, dat zie ik, ja. Zie je niks speciaal in de living? Ja, veel rommel. Sjoeke? Als we eens een klein beetje van dat geld van de frituur in een nieuw hobby voor mij zouden steken. Oh ja, waarom niet? Ga je een fitnesstoestel kopen of zo? Nee. Ik dacht aan een volière. Jij denkt toch niet dat ik 1 cent ga uitgeven aan die koterij voor uw gevogelte, zeker? Oh, maar Sjoeke, maar dat zijn geen koterijen, hè. Nee. Dat zijn chique volières. Oh, ik ben uw perruche al jaren beu. En daarbij, hè, ik heb andere plannen met mijn geld. Ja, maar zeg, mag ik hier niks in dat huis? Jawel, Sjoeke. Je mocht het uit papier buiten zetten. Weet je al wat je gaat doen met het geld van de frituur? Ja. Ja? En? Zeg, curieuze neus. Maar als je het toch wilt weten, hè? Ja? Plastische chirurgie. Wat? Ma, heb je dat gehoord? Wat Bieke? Carmen wil zich laten verbouwen door een plastische chirurg. Oh, allee. Dat zou ik nu nooit doen. Jij kunt anders wel wat extra vulling gebruiken. Hij wil daar zou ik nu ook mijn geld niet aan geven. Ja. Natuurlijk niet. Je moet daar eerst geld voor hebben, hè? Oh. Ja. Weet u wat dat is? Je bent alle twee jaloers. Oh, ja, dat is het, ja. Salut. Amai, wat heeft die, zeg? In ieder geval meer dan jij. Amai, ma. Je bent er ook niet echt bij, hè? En wie zijn schuld is dat, denk je? Ik heb mij in de problemen geholpen. Je kunt mij eruit halen ook. Sorry, maar ik moet nu echt dringend weg. Ja, laat mij maar stikken. Wat is er dan, tanteke? Och, Saartje, ik heb Maurice wijsgemaakt dat ik niet mee naar zijn visclub kan, omdat mijn onkel Gilbert komt logeren. En is dat nu zo erg? Wel ja, dat is heel erg, want ik heb helemaal geen onkel Gilbert. En ik hoop Maurice mij helpen om voor hem te zorgen. Oh, maar ik heb een oplossing. Och, Fernand. Maar waarom biecht er dan niet gewoon op? Dan is uw probleem toch opgelost? Oh. En mijn gezicht verliezen, zeker. Jawel. Dan gaat je ook naar een plastische chirurg en je bestelt je nieuw. Hè? Oh. Zonder limpels. Oh, my God.
Slagers. Dokter Bloeibergs, aangenaam. Ah. Welkom in ons verbouwcentrum. Laat mij u een keer bekijken. Ik kwam eens informeren. Je moet al niks meer zeggen. Uwe neus, natuurlijk. Je had veel eerder moeten komen, zeg. Dat moet verschrikkelijk zijn om met zo'n kapmes rond te lopen. Ja, maar daar kwam ik niet voor, hè? Ah, nee? Oh, nee, natuurlijk niet. Je komt voor die zakken onder je ogen. Oh, wat zeg ik, zeg, dat zijn kabassen. Merci, zeg. Maar kijk, we gaan die zo optrekken en dan zo. Ah, ja. Oh, zeg maar, die kin. Dat is een regelrechte ramp. Ja, maar... Trek het u niet aan. We gaan dat hier allemaal bijwerken. Zo. Ik ben niet naar hier gekomen om mij te laten bekladden, hè. Yes. Fernand. Dat Pascal. Amai. Jij laat er precies geen gras over groeien, hè. Dus jij hebt een onkel voor mij? Ja, mijn onkel Albert. Pas op, die heeft vroeger nog toneel gespeeld, hè. Oh. Nu, dat is wel een klein probleempje. Hij vraagt 50 euro per dag huur. Op voorhand te betalen. Oh, dat is veel geld, hè, Fernand. Ja, maar dat is geen gewone onkel. Dat is een suikernonkel, hè. Ah. Weet je wat, hè? Betaal mij al 50 euro voorschot. Dan kun je maar een dag op proef proberen, hè. Ja. En wanneer kan hij komen? Hij is er al. kom maar mee, kom. Voilà, zijn ook Albert. Dat is hier de madame Pascal waar ik je over verteld heb, hè. Aangenaam, madame Pascal. Dag, meneer. Ik weet niet wat Fernand u allemaal verteld heeft, maar ik zoek iemand die dit weekend bij mij komt inwonen om mijn onkel te spelen. Oh, maar dan ben ik uw man. Allee, ik bedoel uw onkel. Ja, ik wil een poetsbakken voor mijn vriend, ziet u. Oh, en u zou dat voor mij willen doen. Natuurlijk, madame. Voor u doe ik dat met plezier. Amai, zo galant. Zijt u zeker dat u familie bent? Spijtig genoeg wel. Maar onkel, wat zeg je nu? Wij zijn toch al de twee handen op één buik geweest, hè? Uw twee handen in mijn zakken zult je bedoelen. U zult wel moeten acteren. Wow. Want ik heb mijn vriend verteld dat u krom loopt van de reuma. Oh, dat is geen probleem. Is dat krom genoeg? Ja. Ja, dat is heel krom. Zee, maar dat is schitterend. Ja. En hoeveel moet ik u betalen? Oh, ik ben blij dat ik nog eens mag acteren. Niks te betalen, maar dan niks. Onkel, gaat u gerief maar halen, hè. Ja, dat is dan geregeld, hè. Ik wil mijn 50 euro huurgeld terug, Fernand. Huurgeld? Ja, dat is dan spijtig, hè. Maar ja... Dat is nu zwijggeld geworden, hè? Depressief van te worden. Jawel, Xavier, kom, je waart er toch met je gedachten niet bij. Het is toch maar een training? Ja, en je hebt dan ook van heel die training in een enkele bal gepakt, hè? Ja, en anders wel zeker. Jij moet spreken, jij. De helft van de tijd stampt naast een bal, jij. Ja, dat is waar. Ja, en daarbij, dat is allemaal de schuld van ons Carmen. Heeft hij ook meegetraind, misschien? Kom alleen, nu wil ze die betalen voor mijn volière. Ik vraag mij af wat ze met dat geld van plan is. Weet je dat niet? Huh? Ja, ze gaat er toch plastische chirurgie mee gaan doen? Wat blief? Die denkt dat ze in Hollywood zit, zeker? Fernand is toch maar met je voeten aan het spelen. Maar ze heeft het zelf gezegd. Vraag dat Saartje. Zeg, maar dat is straf. Ik mag niet op vervroegd pensioen gaan, maar zij gebruikt dat geld voor haar figuur, zeg. De egoïste. Amai, die mens loopt krom. Wie is dat, ma? Ah, dag allemaal. Oh, wow. Dat is nu mijn onkel Gilbert. Ah. Oh. Ja, en dat is Markske. Ah, dag Markske. Ja, je hebt hem nog nooit ontmoet. Nee. Dat is de man van ons bieke.
En dat is nu mijn vriend Maurice. Aangenaam. Ga hier maar zitten, kom. En dat zijn allemaal de voetballers. Ja, met veel fantasie kun je ze zo noemen. In mijn jonge jaren ben ik nog keeper geweest in de tweede ploeg van de Anderlecht. Serieus? Mooi. Als je wilt, kan ik wel wat tips geven. Hè. Daar is het te laat voor, denk ik. Hi. Hey. Ah, hey, schatje. Hey. Ah, wie is dat? De nieuwe trainer? Allee, Pietje. Kent jij onkel Gilbert niet meer? Een onkel Gilbert, maar ja, ik had u niet echt gekend. Kom hier. Amai. Jij bent groot geworden. Ja. Ja. Allee, ons ma die gaat u nu een heel weekend in de watten leggen. Ja. Oh, maar dat is dan spijtig dat je niet naar die reunie kunt. Oh, Doortje, ik was toch niet van plan om daar alleen naartoe te gaan. Ah, maar Maurice ging toch meegaan, hè, Maurice? Oeh, waarde jij nu toch van plan om mee te gaan? Ah ja, ik heb zelfs de afspraak met tante Maria een week uitgesteld. Maar waarom heb jij mij dat niet gezegd? Ik heb de kans niet gekregen. En achteraf gezien had dat toch niet gekund, hè? Wat? Mijn onkel Gilbert. Jawel, echt waar, Sjoeke. Jij zei perfect zoals je zijt. Merci, Xavier. Je zou zot zijn om iets te laten veranderen. Dus jij vindt mij nog altijd even aantrekkelijk? Ah, mij nogal niet. Heel aantrekkelijk. Waarom toont je dat dan nooit? Nooit? Maar allee, Sjoeke, we hebben het vorige week nog gedaan. Oh, vorige week? Je hebt geen fysiek. Je hebt gelijk, Sjoeke. Oh. Ja? Ik ben lang niet zo perfect als jij. Nee. Ik vind dat jij er de laatste tijd al maar beter en beter gaat uitzien. Meent jij dat nu echt? Natuurlijk. Plastische chirurgie zou in uw geval weggesmeten geld zijn. Oh, jij hebt de figuur waar andere vrouwen alleen maar jaloers op kunnen zijn. Hè? Jij zegt dat maar om mij plezier te doen. Hè? Nee, ik meen dat. Dat zal wel. Wat kan ik in godsnaam nog doen om u te overtuigen? Het moet toch... Het bewijs het, chef! U! Zoeken! Ik kan er toch ook niet aan doen dat alles in het honderd is gelopen. Dus u hebt mij niet meer nodig, madame Pascal. Sorry, Gilbert, maar ik heb u niet... Albert... Maar ik zou graag morgenavond naar die reunie gaan, hè. Dus als jij nu tegen Maurice wilt zeggen dat je graag naar huis gaat... Hè? Ik zou graag blijven tot morgen, na de match. Ja, maar dat kan niet, hè, Albert. Is dat hier nog een gezellige avond? Ja, dat vind ik ook. Zeg, komt hier niet zitten? Nee. Ik denk dat ik maar eens naar huis ga. En waarom zou je dat doen? Ik voel me al veel beter. Dat zou ik anders niet zeggen. Pascal. Ja? Dat gaat je toch niet toelaten? Nee. Natuurlijk niet. Je kunt hem zo toch niet laten vertrekken? Die mens loopt krom van de reuma. Dan moet je vanavond hier nog maar een nacht blijven. En dan kun je morgen vertrekken na de match. Ja, dat is goed. Ja. Niks van. Onkel Gilbert blijft heel het weekend, punt. Daarbij, het is niet omdat je nu beter voelt dat dat morgen nog zo is, hè? Enfin, Maurice, die mens zal dat zelf toch wel het beste weten, zeker? Nee. Als er iemand is die weet hoe dat gaat met oude mensen, zeg, ja, dan ben ik het wel, hè? De kampioen, de kampioen. En allemaal dankzij de tips van onkel Gilbert, hè? Heb je gezien hoe die penalty stopt? Gezien dat het werkt, hè? Hey, die goal die ik gemaakt heb, met zeer onkel Gilbert. Graag gedaan.
Ik kom u feliciteren met die schitterende overwinning. Ja, ja, bedankt, bedankt. En trap het nu maar af. Ja, kom. Met plezier, maar mag ik dan eerst ontvangen? Hoe ontvangen? Ah, je hebt toch gewonnen dankzij mijn onkel Gilbert? De onkel van Pascal. Ja, dat is mijn onkel Albert. Ik heb die vreugd aan Pascal als onkel. Maar niet als trainer, hè. En als trainer vraagt hij 100 euro per dag. 100 euro? Daar heb ik een beetje... waarom niet? En mannen? Waarom niet? Maar, Fernand, doet je het niet voor 50? Olé! Omdat voor de kampioenen is 50 euro zo goed. Ja! Fernand, jij bent een goede mens. Ja. Fernand... 50 kunt je er krijgen. Ja, maar is goed, dat is dan afgesproken. Stampen onder uw gat als je niet maakt dat je wegkomt. Ah ja. En heb jij al eens aan de risico's gedacht van zo'n operatie? Voilà, je zou niet de eerste zijn die niet meer wakker wordt. Hmm. Ik heb daar allemaal geen schrik van. Carmen, volgens mij ben je pas echt gelukkig als je vrede neemt met hoe dat jij eruit ziet. Allee, dan zul jij niet rap gelukkig zijn. Maar wees gerust, ik ben heel tevreden met mijn uiterlijk. En waarom gaat je dan voor plastische chirurgie? Omdat ik niet content ben met het uiterlijk van Xavier. Jij wil Xavier laten opereren? Sst, moet je dicht, hij mag dat nog niet weten. Maar dat doe je toch niet, Carmen? Jawel, ik heb al een liposuctie besteld. Ja. Zijn buik wordt opgetrokken zo en zijn pilletjes worden strakker gemaakt. Ja. Zo zie, dat wordt nog een echte chippendeel. Jawel. Ja, dat is kan een dagschotel. Voor erbij ook, Pascal. Mij weg, mij weg. Goed, hè? Ja, dank je. Ja. Zeg, Pascal, wat is eigenlijk uw bedoeling met je nonkel Albert? Ja. Hoe weet jij dat? Ja, Fernand heeft dat een en ander gelost. Ja. Zeg, en ik maar zwijggeld betalen. Wat is dat daar allemaal? Hè? Nonkel Gilbert, dat is eigenlijk Fernand zijn nonkel Albert. Ja. Ja, Pascal heeft hem alleen maar gehuurd. Dat is weer typisch Pascal, hè? Ja, moest ik een vent huren, dan zou ik toch een jonger modelletje kiezen. Zeg, ik wil alleen maar dat Maurice eens voelt wat het is om op de tweede plaats te komen. Aha. Ik vind dat je dat nu gewoon tegen Maurice moet zeggen. Ik denk er nog niet aan. En iedereen houdt hier zijn mond, hè. En het verstaan. Maar dat is toch bespreekbaar geweest. Mag je dat nu niet tegen? Oei, kom ik ongelegen? Nee, natuurlijk niet. Ze zijn een beetje moe van de match. Ah ja, proficiat, hè, mannen. Hey. Feliciteer liever nog al Gilbert. Waar is nog Gilbert trouwens? Formidabel, hè, mannen. Formidabel. Proficiat. Merci Gilbert. Welke pillen bedoelt hij? Oh ja, dat weet ik niet. Maurice, wat moeten we nu doen? Zou ik aan u moeten vragen, Pascal? Het is uw onkel. Ja. Hij heeft geen pillen bij. Belt Fernand. Ja, misschien liggen zijn pillen daar, hè. En misschien weet Fernand wel wat er scheelt. Ja. En hoe kan die dat nu weten? Het is allemaal mijn schuld. Dat is mijn onkel niet. Dat is een onkel van Fernand. En waarom heb je dan gezegd dat dat uw onkel was? Zeg, dat vertel ik straks. Wil je helpen liever die mens? Allee. Oké, okay, Albert, je mag direct staan. Ja. Oh.
Je hebt dat ineen gestoken. Hey, maar dat was precies echt bravo. Dank je wel. Ja. Oh, je moest beschaamd zijn. Ja, ons zo doen verschieten. En? Moet jij niet beschaamd zijn? Ja, Maurice, het spijt me. Ik heb dat alleen maar gedaan omdat ik het zo beu was, hè, dat uw mama altijd op de eerste plaats komt. Jij bent nu wel heel kwaad op mij, zeker? Maar nee. Je had je moeten bezig zien. Ik heb me in jaren niet zo geamuseerd. En ik heb er ook iets uit geleerd. Ja? Dat ik in de toekomst wat meer rekening moet houden met u. Oh, Maurice, jij bent een schat. Oh. Zeg, ma. Fernand weet dus niks over die pillen, hè? Zeg, maar nu kunnen wij toch naar die reunie gaan. Allee, je wilt toch nog gaan? Heel graag, Pascal. Oh, Maurice. Oh. Ah, wel, ik had nooit gedacht dat je uit vrije wil mee hier naartoe zou komen. Ja, Sjoeke, dan kent je mij niet. Ik doe toch alles voor u? En ik zou alles doen om te beletten dat jij stomiteiten doet met je eigen lichaam. Hier zijn we, zie. Ja, dokter, die operatie gaat niet door, hè. Is dat uw echtgenoot waar we het over gehad hebben? Ja, ik ben haar man, hè, Xavier Waterslagers. Dokter Bloeibergs, aangenaam. Ja, maar ik verwittig u, je blijft wel met uw pollen van mijn vrouw af, hè. Maar mijn man, toch maak u geen zorgen. Ik ben met uw vrouw niks van plan, hè. Trekt uw hemd een keer uit. Ja, we moeten toch een keer zien wat voor vlees dat we in de kuip hebben, hè? Ja, maar zeg alsjeblieft, maar... Oeh, maar kijk, dat hier, dat zou er allemaal af moeten. Ja, maar jij bent toch niet van plan hier in mijn lijf te gaan snijden, zeker? Carmen! Sjoeke, je moet zo kleinzerig niet doen, hè? Zeg, met die zwembanden, daar kun je twee bataljons mee drijvend houden. Bon, ik heb genoeg gezien. Kleed u maar aan. En, dokter, kun je er een Chippendale van maken? Maar mevrouw, ik kan wel toveren. Maar mirakels mocht je hier niet verwachten, hè. Ja, maar je kunt hem toch een beetje opknappen, hè? Zo hier en daar wat vet wegsnijden, nee, zo, hè? Wel, ik ben bang van niet. Ik vind het medisch onverantwoord om uw vent open te snijden. Dank u wel, dokter. Zeker, omdat hij zelf, met een kleine effort, zijn figuur terug in vorm kan krijgen. Voilà. Ik heb hier een dieetje voor u. Ah ja. Oh, dank u wel, dokter. Kom hier. Dingske! Tournee generaal! Ah! Hela! Zeg, mocht jullie toch met pensioen? Ah, dat vervroegd pensioen dat was blijkbaar alleen maar voor officieren. Ik had dat verkeerd begrepen. Ja. Dat is de reden waarom dat je nooit officier zou kunnen worden. Maar ik heb iets anders te vieren. Ja, ik ben juist ontsnapt aan een operatie. Een Sjoeke! Ja. Ja. School! Geen bier heeft de dokter voorgeschreven. Ja. Viert jij maar mee, waterke. Dingske, spak. Dag allemaal. Nog een Gilbert. Je bent juist op tijd. De Xavier trakteert. Het is Albert, Markske. Hier, santé, hè. Nee, gezondheid. Ja. Je hebt al schoenen gehad, hè, kameraad. Waar heb je eigenlijk zo leren acteren? Oh, ik heb heel mijn leven amateurtoneel gespeeld. Ah, en wilt je nog eens iets weten? Ik heb nooit bij de Anderlecht gespeeld. Dat meent je niet. Ik heb zelfs nooit gevoetbald. En hoe heb jij ons al laten winnen? Dat is gewoon een kwestie van opgaan in uw rolmerk. Ah, wel, papa, jij gaat niet meer naar die dure trainerscursus, hè. Hoe, waarom niet? Ah, ga maar mee met ook al Bernard van Amateur Theater. Ja. Dat is...
Albert, wat doet jij hier? Je moet niet bang zijn, Pascal. Kom gewoon een pintje drinken bij mijn nieuwe kameraden. Ja, Pascal, Pascal, hoe is het geweest met die reunie? God, zwijgt. Ik heb mij miskeken. Het is pas volgende zondag. Pascal, dan kan ik toch niet meegaan. Oeh, en waarom niet? Zondag komt tante Maria. Ik had dat speciaal voor u een week verzet. Het is niet waar, hè? Jammer, zeg. Maar